Zeer. Goeiedag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Ik ga nu eens kijken als die ene vlog, de 1720, is gelukt. Ik start nu mijn computer pas op. Voilà. Beeldschermen wel aanzetten, of anders blijft het op zwarte scherm, natuurlijk. Dan gaan we eens kijken als het gelukt is. Hè. En dan nu de code nog ingeven, kijk maar. Ah ja, daar staat een afbeelding bij iemand erop die er ook niet erop wilt staan. Dat gaan we ook nog even laten doen. 5, 4, 3, 2, 1. Jawel, dames en heren. Voilà, dit is al klaar. Voilà, action. En dan reboot hij nog een keer. Oh nee, toch niet. Dan even de code ingeven. Voilà, hij is opgestart. Dan gaan we naar de folderke toe. Uploaden. En het ziet er naar uit dat het weer al niet gelukt is. Ziet, hier staat dus geen afspeeldingen. Dus wat betekent dat? Het is een vlog. Ik heb er een gans weekend heb ik er zitten aan te kloten. Zit ik, ja, het waren weer al wat kerstbeelden. Ik ga die proberen hier nog zoals af en toe zoals een beeldje in te steken. Ik ga proberen, zeg ik. Maar ik heb een gans weekend te proberen om die vlog 1720. De 1721 is wel gelukt, dus die gaat dan nu in de upload. En dan ga ik daarbij ook bijschrijven in de beschrijving, ja, dat de 1720 dan mislukt is. Gans weekend geprobeerd, ga ik er dan ook bij schrijven. Dus ik ga nog een en ander nog gauw doen en dan ga ik me klaarmaken voor gaan te werken. Dat moet ook gebeuren. Mijn dikke blouse ligt hier ook al klaar, want het is koud buiten. Ik ga jullie nog even hier neerzetten. Voilà. Dus dan gaan jullie het ook zien dat ik het live ook doe. Voilà, video uploaden. Klik. Uploaden. Ja, dit is vlog 1721. Gaat nu in de upload. Dus dan ga ik daarbij schrijven bij de beschrijving. F11 terug. Ganse weekend geprobeerd de vlog 1720 te redden. Maar jammer genoeg is dat niet gelukt. Daarom springen we van vlog 17 19 naar 1721, sorry daarvoor. Heb echt alles op alles gezet. Zelfs wekkers gezet om de vlog 1720 te kunnen redden. Voilà, red. Groetjes. Psycho. Voilà, staat er bij de beschrijving. Volgende. Inkomsten klaar. Volgende. Certificaat indienen. Volgende. Melding sturen. Deze gaat dan online komen op gewone uur, 19 uur. Voilà. Vlogtijd, 19 uur. Voilà. Vandaag zitten we de 8e, voilà. En dan ook nog vandaag ga ik ook nog gauw daar in Discord ook al in orde maken. Dus dat ze zien dat ik daar nog wel altijd mee bezig ben. Dus je ziet wel wat ik allemaal moet doen voor alles toch goed in de goede banen nog altijd te leiden. En die boef,
die boef, daar trek ik totaal mee geen kle vandaan. Ik ga dat wel eerlijk zeggen. Ik laat die maar negatieve comments hier onderaan in de topic posten. Volgende week zitten we de 15 januari 2024. Valassa. Oh, 24 al. Hè. De tijd vliegt wel hoor, mensen. De tijd vliegt. Gebruik hem wel, zeggen ze altijd. Gebruik hem wel, alstublieft. Die van 8 januari sluiten, alstublieft. Voilà. Dan is die ook al geopend. Amai, veel Q&A's. Oei, op 13 november 2023 was ik de afbeelding vergeten, zie ik. Maakt niet uit. Ja, ik heb die moeten... Ik heb daar nog eens tekst moeten daarin toevoegen. Even kijken hoe ik dat doe. Zo, op Discord. Post bewerken, misschien. Nee, oké, maakt niet uit, maakt niet uit. Voilà, het staat online. Je kunt erop posten, dus op 15 januari. Dus, en ik ga ook eens even kijken. Als er reacties zijn gekomen op de Q&A op www.psychotv.be, daar post ik nu ook regelmatig dus een nieuwe dingen aan. Voilà, wacht, hè. Plusje. Q&A. Dan is dat voor... Hoeveel was dat voor 15 januari? 15 januari 2024. Oh, wacht, hè. Annuleren. Ik kan dat ook toch zo doen. Blog beheren. Dupliceren. Dat naar 15 januari. Dat was het toch, hè. 15 januari. Dupliceren. Bewerken. Voilà. Dan moet ik die datums gewoon even aanpassen. Daarin. Voilà. En dan publiceren. Voilà, hij staat ook al online. Voilà, dat doe ik 's morgens vroeg allemaal. Voor jullie zijn er reacties opgekomen. Nee, op de website zijn er geen reacties opgekomen. Dus ga naar www.psychotv.be. En daar staat dan ook weer al een nieuwspostje langs de 66 Land 2024. Ja, daar zijn nog altijd... tickets voor te krijgen. Ontdek een exclusief kans om deel te nemen samen met PsychoTV Events en maak kans op gratis tickets voor de 66 LAN in Antwerpen. Expo van 12, 13, 14 april 2024. Beste gamers en fans, ben je klaar voor een onvergetelijke LAN-party van 66 gamers? Wel, dan hebben wij PsychoTV een opwindende mogelijkheid voor een gecreëerd om niet alleen deel uit te maken van mijn geweldige kanaal, maar ook om kans te krijgen op een gratis ticket voor dit event. Bij elke aankoop voor 20 tickets van via de onderstaande link maak je automatisch deel uit van een spannende riffle of zoiets. Raffle. Voor elke 20 verkochte tickets wordt er één gelukkige winnaar gekozen. En deze persoon ontvangt gratis een tweede ticket voor het event. Wacht niet langer en grijp deze unieke gelegenheid om niet alleen deel te nemen aan de PsychoTV events, maar ook om kans te maken op een gratis ticket en nog mee splendor... gaming avonturen te beleven op de 66 LAN Party de Antwerpen Expo. Klik snel op de onderstaande link om tickets te bemachtigen en automatisch mee te dingen naar die gratis ticket. De link staat in de beschrijving. Bedankt voor uw voortdurende steun aan PsychoTV. Laten we samen een spanning van gaming delen en jouw kans op een gratis ticket vergroten. En dan zien we elkaar snel op 12, 13 en 14 april op 66 LAN. Tot snel! De locatie is Jan van Rijk, Rijswijklaan 191 2020 Antwerpen in België. Voilà, dames en heren. Weer al wat reclame gemaakt voor 66 LAN. En nu ga ik mee wel klaarmaken voor gaan te werken. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Hallo, kijkers. En welkom weer op een... Ja, Q. Oeh.
Ik heb pas gedronken. Sorry daarvoor. Het kwam een klein beetje omhoog. Ja, dus we gaan dus de Q&A doen van 8 januari 2024 al. En de Q&A van Discord. Jawel, dus de Discord-link staat nog altijd op www.psychotv.be. En dan gaan we zelfs bij de eerste. Ben je de slimste? Hey Dimi, ga jij in 2024 minder liggen? Voilà, bij deze is het geantwoord. Dan Fred Kroket. Als kippen nuggets van kip gemaakt zijn en olijfolie van olijven, waar is babyolie dan van gemaakt? Dat moet je dus niet aan mij vragen, Fred Kroket. Dat moet je dan eens aan de fabrikant van babyolie gaan vragen. Dus ik weet het niet. Ofwel heb je ook Google. Ik zal dus voor jou opgoogelen. Waar is babyolie van gemaakt? Babyolie kan bestaan uit minerale olie, plantaardige olie, bijvoorbeeld soja en avocadoolie. Of uit een combinatie van oliesoorten. Het middel kan ook worden gebruikt als bad- en massageolie. Babyolie kan worden gebruikt na een luie verschoning of voor schrale plekjes. Voilà, ça. Bron Wikipedia, alstublieft. Welke macaroni-recept gebruikt jij? Wel, hiervoor gebruik ik ook altijd Google. Macaroni met kaas en hes. Dan pak ik altijd die van, eens even heel snel kijken. Die altijd die van Libel. Dus Libel schreken lekker.be. Dus voor 4 personen, ga ik het even eens uitleggen, heb je in totaal 300 gram macaroni nodig. 75 gram bloem, boter plus 1 lepel om mee af te wijken, 75 gram, nootmuskaat, zout, gekookte ham in blokjes, 200 gram, kaas gemalen plus 2 eetlepels kaas om af te werken, 200 gram, melk 1 liter en nog eens een keer peper. Bereiding is: kook de macaroni beetgaar in gezouten water. Warm de oven voor op 175 graden. Laat de boter smelten in een pannetje. Strooi er de bloem bij. Roer glad en laat kort opdrogen op het vuur. Oké. 3. Giet nu een beetje bij beetje de melk erbij. Blijf steeds roeren. Breng langzaam aan de kook en blijf roeren tot de saus glad gebonden is. Laat ze 2 minuten zacht doorkoken. 4. Strooi er van het vuur af de kaas bij. Roer tot de kaas volledig gesmolten is. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. 5. Giet de macaroni af en vermeng ze meteen met de kaassaus. Voeg er de hamblokjes aan toe. Schep het mengsel in een ovenschaal. 6. Bestrooi met kaas en beleg met vlokjes boter. Zet 15 minuten in een oven op 175 graden voor verwarmde oven. Voilà. En dan heb je een kant-en-klare macaroni met ham en kaas. In totaal iets minder dan 30 minuten bereiding. Het budget is goedkoop en de moeilijkheidsgraad is erg makkelijk. Alsjeblieft. Wat is je lievelingstaart? Mijn lievelingstaart, Fred Kroket, dat is natuurlijk in ruitenvormjes de dingen. Abrikozentaart in zo'n die ruitenvormjes. Heerlijk. Bij je pimpom
Pet. Nee, dat is niet Pimpompet. Ik ga eens even jullie meenemen. Het is niet Pimpompet, maar Pimpampet. En natuurlijk ga ik zelfs dus op het einde van de vlog nu deze keer de vraag stellen. Want ik ben het een klein beetje ook aan het vergeten, maar dat is voor het einde van de vlog nu. Noem je een medenaam? Is ze lekker? Wacht, bij Pimpompet noemde je medenaam. Is ze lekker? Welke medenaam heb ik dan genoemd? Laat het alsjeblieft eens even hier in de reacties weten. Oftewel via Discord. Welk geluid maakt een stervende giraf? Dat weet ik niet. Misschien dat je dat ook al op Google vindt. Even kijken, hè. Kopiëren. Google. Wat voor geluid maakt een giraf? Dat staat er niet bij. Welk geluid maakt een stervende giraffe? Na veel onderzoek blijkt dat giraffen wel een geluid maken, maar dat deze erg laag is. Hierdoor kan hij met het menselijk oor niet altijd worden waargenomen. Het geluid klinkt als een soort gezoem. Als het jong in gevaar is, maakt het een hardblatend geluid. Dus ik heb het gewoon opgezocht. Welk geluid maakt een stervende giraf? Voilà. Oké, de volgende vraag. Welk geluid maakt een vos? Welk geluid maakt een vos? Dus even kijken als er ook weer al een hele mooie uitleg daarop staat. Ja, vrolijke rode vossen maken korte schelle kreten. De bedoeling zijn om mannetjes aan te trekken. Grijze vossen maken hondachtige blaffende geluiden. Die dienen ter zelfverdediging. In de omgeving van woningen krabben en graven beide soorten vossen bij het zoeken naar voedsel. En dit kan door omwonenden worden gehoord. Dankjewel, spel actief. Ga je ooit nog samenwonen met iemand? Dat is de bedoeling, dat ik binnenkort wel samen ga wonen met Bea. Zo ja, wanneer en moet je dan verhuizen? Ja, ik moet dan ook verhuizen. Zo ja, wanneer? Dat weet ik nog niet. Zou je een greenscreen willen? Als je mij dan kan sponsoren en mij dan de juiste settings kunt neerzetten in Streamlabs, dan mocht je dat altijd even komen doen hoor, Fred Kroket. Ga je ooit een woning kopen? Dat is een droom. En dromen kunnen soms wel uit kunnen komen. Maar misschien ook niet. Zou je een tiny house willen? Ik ben er al heel vaak over aan het denken voor een tiny house. Een gezellig klein huisje. Ik moet niet veel hebben eigenlijk. Ik moet echt niet veel hebben. Wat is je droomvakantiebestemming? Mijn droombestemming is nog altijd ja, Los Angeles, omwille van die casinos, die mega gebouwen en al. Voor te wonen wil ik graag in Nederland. Waarom in Nederland? Ik heb vroeger heel vaak samengewerkt met veel Nederlanders. Zowel ook met Clampoint, Wire It Up, mensen. Dat waren toffe mensen en al. En ja, ik vond dat ze iets wel hebben. En als je mij niet gelooft, surf dan naar www.clampoint.com. Ik
kan ook eens even gauw doen. Wie weet dat clanpoint.com. Ik weet niet of die nog bestaan. Ja, die bestaan nog. Dus dan klik je gewoon op de logo, clanpoint. En dan gaat je naar sponsoring. Dan gaat je naar LAN-parties toe. Daar zie je een hele lijst staan, maar dat is het niet. Afbeeldingen misschien. Ook niet. LAN-party verslagen. Ja. Bij LAN-party verslagen, daar moeten jullie eens even op klikken. En dan klik je door naar de tweede pagina, dacht ik dat dat was. Nee. Heb ik die foto dan niet meer? Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Dan kon je dan perfect zien dat ik met Nederlanders altijd ook samen heb gewerkt. Wacht hè. Ik weet het wel misschien hoe jullie het er wel kunnen zien. Als je naar www.psychotv.be surft, dan gaat je naar op foto's, klik je dan op LAN-parties en dan klik je op Junkcon 2017. Dan op pagina, de eerste pagina denk ik dat je dat daar al kan zien. Nee. Ja, de eerste pagina, daar staan ook die in Nederlanders op, waar je clanpoint.com t-shirts ziet. Ik zal het jullie ook eens even tonen met mijn koproken. Voilà. Dus dat is Michael, Michael en dat was een stagiair. Dus die kwamen echt puur vanuit Nederland en hier zat ik. Het grappige ervan al is, ik weet niet als het ook erdoor gaat komen. Ik ben nu eens even door al die foto's aan het bladeren. Hier heb je dan ook nog, ja, het zit vroeger Soefkonijn, waar ik ook altijd mee samenwerkte. Dat is Ribby. Hier van achter Ribby. In de vroegere jaren. En dan Gino. Ginoke. En die waren daar met, ik geloofde toen met Modding Masters, als ik het mij niet vergist. Dus ja, die modden ook PC-kasten. Dus dat is ook altijd zo mooi meegenomen, hè. Echt oude tijden, man. Oude tijden. Junkcon moet eens ooit eens terugkomen, vind ik. Zie dus hoe leuke beelden. Oh, met zo'n zitzak en al. Ziet van Junk, alsjeblieft. Ik ben nu die groepsfoto aan het zoeken. Waar ik ook die t-shirt aan heb staan van Clanpoint. Dat jullie het ook kunnen zien dat ik echt niet lieg. Oeh, die waren dus echt geairbrushed, hè. Geairbrushed door Ribby. Leuk toch? Leuk toch zo? Nog eens naar de oudere foto's van Junkcon terugkijken. De Loebassen. Sta ik daar ook niet tussen? Ik weet dat niet. Hier is hij, onze Frank Molnar. Onze Frankske. En dan de cameraman. Ja, die moest er ook wel aan geloven. Ja, wel mensen, die moest er ook aan geloven. En hier is hij, de ganse bende van Clanpoint. Even kijken als ik... ik ben nu heel snel aan het doorscrollen met de foto's. Ik heb ook soms wel eens iets gewonnen. Voilà, hier ziet je het, hier ben ik. En daar was ook heel veel zuipcompo aanwezig, je ziet het. Zuipcompo, zappadabe, daar kan ik goed. Allee, oeh.
Even draaien. Ja. Fuck. Ik hoop niet dat het erdoor is gekomen. Ja, daar zat iemand achter mijn PC-kast naar iets vettigs te kijken. Ja, dat moet ook kunnen, hè. En dat is geairbrushed door Ribby. Mooi gedaan. Allee, mannetjes. Waar is die groetsfoto waar ik zoek? Oh, ook heel jonge gamertjes aanwezig. Kijk maar. Hier is dat. Oh, ziet er zo jong. Die nu al redelijk oud is, hoogstwaarschijnlijk. Ja, oud nog niet, maar... Hier. Hier heb ik ook nog een hele leuke verhaal rond, mensen. Hier was dus zo een bingo. Iedereen kreeg kaartjes en al. Maar je weet, Gino en Ribby, dat zijn nog altijd partners van mij, die ook nog een klein beetje samenwerken met mij. En, oké. Ik had dan in een keer bingo. Ik zeg van, fuck, oké. Ja, ik heb die PC-kast dan gewonnen. Maar ik heb die PC-kast toch door laten spelen dan voor iemand anders. Hier is hij, de Ribby en de jonge jaren Gino. En onze Frank Molnar natuurlijk. Dan moet het hier, dan moet het wel dan zelfs toch ene keer tevoorschijn komen. De groepsfoto. Daar werden ook prijzen in de lucht gegooid. Dus dat is toch het leuke van een LAN-party. Hier waren we even aan het pokeren. Moet kunnen. Frank Molnar. De Bren van Gamecare vroeger, die er niet meer is. Ja, die is er nog wel bedoel ik. Maar die werkt niet meer voor Gamecare. Jammer genoeg. Vind ik wel een klein beetje jammer. Want hij heeft een hele leuke bedrijf uit de grond gestampt. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hier zal wel direct de groepsfoto komen. Ja. Hier sta ik. Met de zus. Met zus. Met de jonge jaren zus. Dat is dus wat een dikke kaak dat ik toen ook had. Oh my fucking god. En je ziet hier ook, hier heb ik het t-shirtje aan van Clampoint. Voilà. Dus dat is echt niet gelogen. Ik zat al op pagina 24. Hier zit ik ook aan de microfoon, iets aan het zeggen. Natuurlijk hè, moet ook kunnen hè. Leuke foto's, leuke herinneringen. Maar ik vind het wel jammer dat ik... Ah, hier zit de begeerde groepsfoto. Wimpy, nee, Praga, Frank Molnar, Michael en de rest. Ja, en ik hier. Yeah. Voilà, Sam. Oké. Dat is zo van, wat is je droomvakantie? Of waar? Nu weet je ook wel ongeveer waar ik ook wil wonen. Voilà. Oké. En wat eet je zoal als je op hotel gaat met buffetrestaurants? Buffetrestaurants. Het gewone standaard cornflakes of zo eet ik dan. Of aardbeien, kiwi, noem maar op, yoghurt. Als ik eens ooit eens naar zo'n buffetrestaurant is ga, zal ik ook mijn GoPro meenemen en ook eens filmen wat ik eet. Charlotte deed douchegel op het sponsje in de douchecel. Oké, ja. Leuk om te weten. Dankjewel, Fred Kroket. Dan gaan we eens even door naar de Q&A van YouTube. Daar zijn ook reacties op gekomen. In totaal 13. Jij zegt dat Bea niet zaagt, maar ze zit 1 seconde in de video en ze is al volle bak aan het zagen, maat. Kijk, e-mail. Als dat jouw mening is, dat jij denkt dat Bea zaagt, dan is dat jouw mening. Punt. Heel blij mee, maat. Merci.
Probleem is, ik heb mijn koptelefoon nu niet bij, dus ik kan ook niet weten van wat had ik daar gezegd. Ik ga jullie opnieuw moeten meenemen. Even naar mijn begeerde. Oeh, slaapkamer. Wauw. Jawel, dames en heren. Ik pak jullie integraal mee naar de slaapkamer waar mijn headset dus niet aanwezig is. Nee. Wat heb ik mijn headset gedaan? Zeg nu niet. Nee. Daar ga ik nog niet mee. Ik zie hem al hangen. Voilà. Yes. Ik ga die even opzetten. Ik heb hem al op. Voilà. Dan nog natuurlijk insteken. En eens luisteren. Waar Emiel zo ontzettend blij om is. En dan is er nog altijd eerst reclame. Van 5 seconden. Ah, dat ik heb gezegd dat ik er heel blij mee ben. Maar ja, oké, als jij er ook blij mee bent, ben ik er ook mee blij mee. Met die... ik ga het zeggen. Jij vergelijkt u altijd met andere YouTubers. Maar als we dan zeggen dat zij bijvoorbeeld wel hun vrienden filmen, dan zeg je dat je uw favoriete YouTubers niet moet nadoen. Je zit echt in een fucking... maat, en je draait alles om zoveel dat je maar wilt. Ik heb een paar dingetjes ertussen uitgelaten, dus allemaal van verkeerde woorden. Oké. Als jij zo wilt redeneren en zo comments wilt blijven posten, dan zal ik wel eens ooit eens ook eens maatregelen gaan nemen. En ja... Kijk, als je niet graag naar mij kijkt, Emiel, en dat ik in een fucking ben, dan moet je naar een andere YouTuber gaan. Punt. Ik hou je niet vast. Je zit groot genoeg voor staan en te gaan waar je wilt, en ook te staan en te gaan waar je wilt, ook om naar te kijken van welke focus. Punt. Zegt jij nu dat jij zwaar weegt omdat je botten zwaar wegen? Nee, Timmy, jij zit gewoon modderdik. Kijk naar je tetten, maat. Je ziet ze zo hangen. Oeh, yeah. Ja, sorry dat ik er wat overgewicht heb. Sorry daarvoor, mensen. Maar ik voel me nog altijd gelukkig in mijn eigen vel. Dus, ja. Oké. En als we eens ook eens een leuk gesprekje willen hebben, Emiel, ik nodig je ook eens uit voor een leuke podcast te doen. Stuur mij even een mailje info@cyclotv.be. Of wilt jij met de podcast meedoen, die jij-kijker die nu aan het kijken zit naar mijn filmpje, naar deze Q&A. En je wilt meedoen met de podcast van PsychoTV, dat kan, schrijf je in op info@psychotv.be en ik stuur wel de juiste gegevens dan naar jou toe, bijvoorbeeld bij de beschrijving podcast en dan bijvoorbeeld bij tekst, ik wil me heel graag inschrijven voor de podcast 2024 van PsychoTV en dan gaan we kijken hoe we dat nog verder kunnen gaan inplannen op datum en al en dan gaan we leuke podcastjes doen. Voilà. Dan e-mail opnieuw. Dat is waar. Maar als de mensen zouden het rangschikken op wie is het meest perfect, dan staat jij zeker en vast helemaal van onder. E-mail. Iedereen is niet perfect. Er bestaat geen perfecte persoon. Ik niet. Jij niet. Iedereen maakt fouten. Iedereen.
Daar kom je niet onderuit. Jij zelfs ook, kijker. Maar het ook fouten. Geef je ze toe? Sommigen wel, of de meeste wel. Maar sommigen durf je ook wel eens voor te verzwijgen. Als je iets echt ergens hebt gedaan of zo. En niemand mag het weten komen. Ja. Dat is ook niet perfect, hè. Voilà. Dan. Drink eens normaal, boerke. Ik heb u al meerdere keren gezegd. Emiel, eet drink hoe ik wil. Jij drinkt hoe jij wilt. Jan drinkt hoe Jan wilt. Sophie drinkt hoe Sophie wilt. Voilà. Punt. Dan Romeo. Dan gelukkig nieuwjaar. Ook voor jou een zeer, zeer, zeer gelukkig nieuwjaar. De beste wensen in 2024. Dat alles mag uitkomen waar je hebt gewenst. Dan Encrypted. Gij zegt, uw botten zijn zo sterk, maar voor mens gij meemaakt, gij met pijn blijten in het ziekenhuis, omdat gij denkt dat alles kapot is van botten. Ik ga een doel instellen. Ik ga niks beloven, maar ik ga wel een doel instellen. Om dit jaar zo weinig mogelijk thuis te zijn. Voilà. Als je 12 jaar geleden geboren was, ben je nu 12. Nee, dat is niet waar. Want ik ben er nu 36. Min 12 jaar geleden geboren is 24. Secret Scripts. Eindelijk weer een Q&A. En dan had ik daarbij geschreven, had hij ook een verkeerde datum gezet, maar het uur was wel goed ingesteld. Heb hem via gsm openbaar gemaakt. En dat is ook weer al waar. En dan zegt de secret erop, je bent een topper. Jij bent ook een topper. Love and peace. Mooie thumbnail video valt direct op en is professioneel er en al. Wel, ik ben nu weer aan het denken, wie had dat nu weer gemaakt? Broesie, als je nog meerdere thumbnails wilt maken voor mijn Q&A's, dan moet je dat altijd doen. Dan gaan we door naar vlog 17, 18, 14 reacties opgekomen. E-mail, natuurlijk e-mail. Volgens mij gaat je een BH moeten beginnen dragen. Zo een borst dat je krijgt, maat. Ja, en dan? En dan? Dan e-mail. Stop een keer met zo hypocritisch te doen. Dat is van al die zeggen dat je dagelijks verwerkt. Ik ga ook proberen minder en minder en minder en minder en minder suiker in te nemen in mijn lichaam. Ik ga dat proberen, ik ga mijn best doen. Dus, en ook op alles letten wat ik eet en drink. Dan Willison. Timmy, wanneer begin je weer met de challenges? Je ging zo lang mogelijk onder water challenge doen. Dat is afgekaatst, dus 2024 wil ik volledig een nieuw begin doen. Met alles vanaf nul. Dus met, ook met de challenges wat ik heb gezegd en al vervalt. En als ik bijvoorbeeld een challenge wil gaan doen, dan laat ik het een week op voorhand of zo wel weten. Dan die autox blabla thumbnail. Dan boef. Eerst vlog van het jaar is echt een dikke flop geworden. Want ja, je moet weer onnodig veel tijd verspillen aan lompe shit zoals familie kijken, Rummy Cup, Wargo nooit filmt omdat Bea een zaag is en
bezighouden met YouTube. Boef, dat is jouw eigen mening. En je moet het er niet zo onderuit halen. Want dat komt ook heel hard aan. Als ik nu eens zo eens begin te zeggen van... Boef, je zit om in elke filmpje gezaaid. Gezaaid. Zou jij dat leuk vinden, boef? Ik denk het ook niet. Soms moet je eens denken... Mensen. Soms moet je eens echt eens denken... Wat je post... Denk je van, zal dat hard aankomen bij die persoon? Zal dat echt hard aankomen? Zo ja, is dat de bedoeling? En als dat de bedoeling is, dan houd je het nog voor je eigen. Dan houd je het nog voor je eigen. Want je moet geen mensen kwetsen. Zowel niet innerlijk als uiterlijk. Bij deze heb ik gesproken. 2 weken verlof en letterlijk 0 content afgeleverd. Je keek letterlijk 10 centimeter van uw doos pimpompet en nog zegt je pimpampet. Het is pimpampet. Nu schreef jij het fout. Dan hij opnieuw. Bea wil niet op de vlog. AKB verloot Psycho TV weer. Goed bezig. Stel u voor dat Enzo Knol zijn vriendin niet filmt. Ik ga daar niet op in. Ik ga daar niet op in, boef. Ik probeer ook naar haar gevoel ook altijd te kijken en te letten. En de laatste tijd gaat het beter. Af en toe nog zo'n strobbelingske, maar het gaat beter. Voilà. Geen nieuwe volgers sinds 14 oktober 2023. Nee, dat kan niet. Jawel, Demi, dat kan wel. YouTube is niet kapot. Uw kanaal is gewoon een triestig boel. Maar wat verwacht je als je altijd liegt en mensen teleurstelt? Dat was verleden. Dan Michael. Zo druif ook tellen. Dat steekt je in een pers om wijn te maken. Ja. Voilà, ik heb gelijk. Een drinkbus, dat kan je in een tas steken. Klopt ook. Jezelf uw thumbnails maken. Echt triestig. Nieuwe jaar, dezelfde oude prol. Weer al elke dag Roomie Cup. En dan? En dan, boef. Is dat erg? Hè? Is dat erg? Oh. Dan gaan we over naar vlog 17-19. In totaal 10 reacties opgekomen. Ben niet de slimste, dat boeit niemand. Oei oei. Ja, ik heb weer reclame van 20 seconden, man. Echt waar, mensen. En dan nog een keer 5 seconden reclame, dus in totaal van 25 seconden reclame. Ah, Benny, als ze dat vragen, bijvoorbeeld qua organisatie, dan doe ik dat ook. Dan doe ik dat ook, Benny. Dus dat boeit wel mensen. Dat boeit wel mensen. Dus, Benny de slimste, hou uw commentaar voor uw eigen. Romeo, jij en Bea zijn een tof koppel. Dankjewel, dat verdient een hartje. Seaman, Timmy, 66 is te duur, niet waar?
hoe je het beter kunt aanpakken. Kijk op mijn Discord. Ik heb daar nog een en ander nog wat bij gezet. Zoals ik frituur en al. Pair Force 1. Dimi Fraske, voor jou. 1. Wat zijn al die trofeeën? Die trofeeën die daar op de kast staan. Zijn allemaal van mijn bowlingclub. Ja, waar ik heb meegespeeld. Dat is in een bowlingclub. Wat vind je ervan dat Alasi, Ellie, Floors, jij gaat inhalen op gebied van abonnees? Ken ik zelfs niet, die persoon. Dus ja. 3. Gaan wij FOM samen een pintje drinken? Geef me maar dan maar een chocomelk. Zo, nee, een chocomelkje drinken samen. Voilà, de vraag is al beantwoord, nummer 4. Want ik moest op meer tonen klikken. Dan nog 5. Daarna stafke roken buiten. Ben eigenlijk gestopt, maar ga pintje drinken. En dan ga ik waarschijnlijk wel een stafke roken. Roken is zeer, zeer, zeer slecht. Ik probeer ook te verminderen tot dan heden te stoppen met roken. Dan de sigaret. Ik kijk niet meer naar een leugenaar. Treus verslaten, niet moslim, met een grote neus en gele bek die niet eens de was kan doen en alleen maar vochtig eten naar binnen schokt. Min 1 abonnee. Leugenaar, bedrieger en bijna vergeten, je bent een leugenaar. Secret Scraps, je postte echt heel mooie comments. Je postte echt heel mooie comments, maar als je zo in één keer uit de hoek komt, ik weet niet van waar dat van die moslim. Dat zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed. Dus ik weet niet, wat heb ik fout gedaan? Laat het in de reactie weten. Voilà. Boef, je ging een podcast vrijdag doen. Nadat je gelogen had dat de donderdag niet ging gebeuren. Ook weer gelogen. Was geen podcast leugenaar. Ik ga sowieso zeggen, Boef, ik heb heel lang zitten te proberen aan een content vlog 1720, voor die echt ook online te krijgen. Maar tot heden is die mislukt. Ik heb daar uren en zelfs 2 dagen op zitten te kloten. Van allerlei dingen zitten te proberen. De bestanden te remaken. Noem maar op. Allemaal niet gelukt. Ik hoop dat ik deze week een betere week tegemoet ga. Sowieso al de Q&A is al gelukt. Dus voilà. Een applausje. Dank u. Maar ja. Voor de rest. Leuk dat Bea weer goed in de mood is. Voor de rest van de comments lees ik niet voor, want het is allemaal zo wat negatief. En ik ga daar ook beginnen zo wat op in te gaan, om de negatieve comments niet meer voor te lezen. Sommige misschien dan nog wel. Om te laten voelen dat er bij mij niet meer gesold kan worden in 2024. Voilà. Dan vlog 1721. Daar zijn in totaal 13 reacties opgekomen. Is dit een toetsenbordvlog? Hoe bedoelt je? Doe niet maar sporten. Laat het hier onderaan in de reacties weten. Dan Bear Force One. Dimi, waarom kies je voor blauwe... Ja, oké. Ze hebben het echt zien liggen. Zijn die kantons voor... Ja... Gewoon weer al een saaie pro-vlog, bla bla bla. E-mail, het is dag 7 van nieuwjaar en Timmy is 2 dagen niet gaan werken. Klopt. En wanneer gaat je je tattoo zetten? Of was het weer zoals alles gelogen? Nee, dat is niet gelogen.
Ik durf het gewoon niet. Ik geef het nu eerlijk toe, ik ben een watje, ik durf het niet. Voilà. Dimi, ik ken veel van computers, ook Dimi. Ik ga nu 32 gigabyte RAM downloaden. Ik ga sowieso één ding zeggen, ik moest een spelletje meespelen van de DC. Hoe is het mogelijk dat je 5 uur moet renderen voor een Brawl vlog waar je letterlijk niks in edit? Enkele fragmenten achter elkaar steken terwijl Enzo Knol 30 minuten moet renderen. Carrefour PC. Die PC-kast zal binnenkort ook nog wel veranderd worden. Ik ga in samenspraak met Align Gaming Solutions om te kijken van wat de beste PC gaat zijn in de toekomst. Dan nog de Gorillais of zoiets. Prachtige inleiding. Ik zou met plezier weten hoe u dit volkomen bent. Ik ga sowieso zeggen, dus mensen, als je eens wilt meedoen met de podcast, info@cyclotv.be, laat het weten via mail. Dan ga ik kijken ook voor wat datums in te plannen voor die podcast dan in elkaar te steken. Ik wil het hier gerust hier bij mij thuis door laten gaan. Dat ik het ook via mijn GoPro alles ook op beeld kan zetten. Ik ga ook mijn microfoon er ook bij pakken. Mijn webcam er ook bij pakken. Dat ook alles kan opgenomen worden via mijn computer. Voilà. En dat we dan ook elkaar zo wat beter leren kennen. Dus de mailadres die je echt moet kennen is info@cyclotv.be voor eens mee te doen met de podcast. Dus schrijf u in. Via daar beantwoord ik jullie vraag voor mee te doen met de podcast. En krijgen jullie ook alle informatie wat jullie dan ook nodig hebben naar jullie toegestuurd. Oké. Nu, het zat niet in het begin van de vlog. Ik ga het in het einde van de vlog steken. Of misschien zet ik het er wel in. Ben ik het even vergeten. Sorry dan. Oké. Ik ga draaien. We zijn bij de letter V weer al aangekomen. Oh my god. Echt waar, daar gaan de verkeerste antwoorden aller tijden komen. Met de letter V, hè. En met deze antwoord gaan er veel foute antwoorden komen. Daar ben ik 100% zeker van. Iets dat nat is. Iets dat nat is. 10. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Een vaas. Dus een vaas kan nat zijn. Ah ja, als je er water in doet. Iets dat plat is met de letter V. Ik weet iets. Ja, een videocassette. Dat is ook plat van boven, hè. Voilà. Alsjeblieft. Deze kastje stik ik weer al onderaan. En dan ga ik de vlog hier beëindigen. Ga ik nog de vlog nog in elkaar steken. Ik zat weer al op de letter V, hè. De letter B nu. De letter N. Oké, het... Het is toch telkens een keer random. S, L en de F. Ja, ik stop er nu mee. Want ik denk dat dat ook een irritant geluidje is naar jullie toe. Dat wil ik dus niet. Voilà, pimpompet. Even terug opruimen voor morgen. Ja. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel dan terug. Hopelijk dan met ook met een betere stem.
Allee, salukes, yo. Ik kreeg mijn corporal nog niet eens uit. Oh my fucking god. Salukes.